In deze aflevering van Potje Rijden praat Anwar over het gevecht met Nessim. Hoe was je voorbereiding voor de wedstrijd tegen Nessim? Ik zeg het gewoon heel eerlijk, bro. En krijgen Sean en Anwar ruzie. Ik ga voor het, bro. Hey. Shotgun, friet! Hey. Dus in de eerste 30 seconden van de video is er geen geluid omdat Stefan en Sean vergeten waren om de microfoon aan te zetten. Lulletjes. Maar ik zal even beschrijven wat er allemaal gebeurt in deze voice-over. Stefan en Sean zetten de camera aan, ze beginnen het potje rijden en ze rijden een klein stukje om Anwar op te halen. Daar gaan ze. Ze zien even een lekker wij voorbij lopen. En daar is your Anwar Vines. Hij stapt in de auto, klappen en zo, klap, 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 klap. En toen begonnen ze met rijden en het was erg gezellig. Anwar had nog even jeuk aan zijn bil. En daarna checkte ze die microfoon en stond er niet aan. Stefan, dankjewel voor de voice-over net. Daar zijn we weer. Ja. Lekker potje rijden, rijden. Lekker potje rijden, rijden. Het is gewoon beetje. Oh, je moet even je gordel omdoen. Achterin? Ja. Wat is dit voor schitterend bank, man. Huh? Is dat normaal? Heb je dit? Hey, wat is dit? Ik was vergeten te zeggen, als ik mijn richting aan doe, komen er nu scheetgeluidjes hebben Sean en ik ingesteld in plaats van zo'n tik tik tik. Wat is dat, man? We hadden het op de heenweg ook aanstaan. We hebben gewoon de heenweg constant, iedere keer als ik de richting aan doe, gewoon helemaal slap gelegen. Omdat het gewoon... Maar waarom heb je dit dan gedaan? Ja, dat kan je instellen. Waarom? Technology. Ja, dat is Tesla. Tesla heeft gewoon van dit soort shit. Technologie. Hier. What the fuck, man? Hey, hey! Ben je dood? Auw, dat is zo fijn en dat is ook echt hard in heel hard. Oh, we moeten hier naar links wachten. Dit is zeg maar gewoon een meme, waggie. Eigenlijk wel. Dit is jouw waggie dan? Dit is toch niet normaal, man, dit? Die auto heeft echt problemen. Sean is tegenwoordig aan het vloggen. Ja. Oh, je kan ook abonneren op mijn kanaal vanaf nu. Het kanaal... Er staat nog nooit een vlog online. We hel nu tegen de tijd dat deze uit is wel. Ja. Oh, ik ben benieuwd. Hoe maak je een meme? Bro, wij maken een meme van 10 seconden, 15 seconden. En wij moeten mensen laten reageren van... Hé, maar zo ben jij. Ik herken mijzelf erin. Oké, maar wat wil je? Gewoon dat we als normale boys gaan lopen? Of... Ja. Ik heb ook geen idee wat ik hiermee ga doen. Wat doen jullie? Ik weet niet, man. Dat is een beetje... Jij zei dat we dit moesten doen. Nee hoor. Wat? Oké. Okay. Okay. Anouar. Oh, 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 Stefan. Ja, die zijn we kwijt. Wat was het? Okay, oh, hey, lenskapje. Oh, nice. Lenskappen nou. Oké. Okay. Zo. Zullen we een vriendenboekjesvraag doen? Ja, dat kunnen we ondertussen wel even doen, denk ik, toch? Nou, we zijn de Mac, we doen zo wel. Oké. Okay. Ja, dit heeft even prioriteit. Dit heeft wel prioriteit. Mag ik 14 Big Macs? Big Macs? Hardbaar. Ik heb kip nuggets. Kan ik een bestelling opnemen? Ja, nou, vertel het maar. Ik wil 6 hot wings. Hey, McDonald's. Smek toch, geen KFC. Kip nuggets. Je favoriete gespreksonderwerp? Memes, man. Ik wou net zeggen. Ja, het kon ook niet anders. Laat de ketting even zien. Damn, memme. Dat is some real ice. Ice. Memes. Ice cold, Alaska. Een ketting met memme. Memes, niet memme. Memes. Ja, dat was toen echt een discussie, hè, toen het Mimi net kwam. Iemand zei één keer Mimi. Ja, man, wat dacht je ook? Mimi, kom op, man. Met wie zou jij wel eens een dagje willen ruilen? Humberto Tan. Zodat je Sean als schoonzoon kan hebben? Oh shit. Nee, man, ik weet niet. Wat, hoezo? Hoezo? Oh shit. Ik wil zien wat hij meemaakt elke dag, man. Dankjewel. Ik ga verder met de vragen, Sean. Ja. Wat wilde je vroeger worden? Architect. Ik vond het leuk om te tekenen. Zeg maar, kan je ook tekenen? Goed. Ik heb echt lang niet getekend, man. Als ik aan het tekenen was, ging ik altijd zeg maar, tekenen. Bijvoorbeeld de fouttuin van mijn vaders huis. Je, toch? Gewoon dat fouttuin ging zeg maar niet. Hier is een tekening van Anwar. Wauw. Hier is mooi. Ja, hard, man. Ik heb dat wel eens eerder gezien, die tekening ergens. Maar, doen we. Kijk, bloemetjes. Bloemetjes, daar kan je vast weten. Meme. Meme, denk meme, den meme. Zo, wanneer je dit aan je crush geeft. Endos. Ga naar mijn DM. Dan krijg je één van deze. Vertel iets wat wij niet van je weten.
Ik weet wel iets, maar tenminste, dat wist ik niet van jou. Hoe verdient hij eigenlijk zijn geld? Oh ja. Met memes. Nee. Ja, oké. Ik help mijn vader ook met vastgoed. Hij zit in de vastgoed. Ik doe al die contracten, ik doe bellen met instanties, met gemeentes. Daar zit je vastgoed. Ja. Kun je nog steeds die vraag niet uit mijn hoofd? Hoe dan? Ik ook niet. Echt, we zijn 40 afleveringen verder. Geen idee. Wat staat er bovenaan je bucketlist? Naar Amerika gaan. Oh ja? Ja. Naar Chicago of naar Detroit. Area 51? Eigenlijk wel, maar ik vind... terug naar die Vines, die 15 seconden televisie, toen keek ik al naar die Amerikanen toch? Of Vine. En Vine, en ik dacht, hey, man, ik wil een keer met hun een filmpje maken, man. Die, met die mensen die daar filmpjes maken. Zo. Dus die grappen maken, zo die de bekende... King Badge. Ja, hey. Hij begon ook zo, snap je? Het is wel leuk als je met hem een sketch kan opnemen. Dat staat op mijn bucketlist, ja. Right. Wat is jouw slechtste eigenschap? Dat ik alles zeg maar snel wil doen. Te gehaast, heb je? We moeten zeg maar het rustig aan doen. En dat je overal altijd een meme van probeert te maken. Is dat een slechte eigenschap? Nee, man. Nou, in jouw geval niet. Dit. Wat vind jij het allergoorste wat er bestaat? Koeienmest. Ja, maar je komt toch echt... Ja. Nee, maar ik ben daar nooit geweest over. Je hebt zeg maar dat je ergens bent geweest en je skipt die kant. Dat is koeien. Maar waar kom je ook weer vandaan? Enschede. Enschede, dat zeg is dat helemaal nog bij eens? Duitsland. Enschede. Maar ik hou me extra aan dan Enschede. Zeg eens Enschede. Enschede. Zie je, we willen proberen om... Enschede. Enzo en D. Oh. En wat is jouw lievelingsnummer momenteel? En laat me raden. Ahaha. Ah, fijn. Ahaha. Check hem op Spotify. Zal ik hem even opzetten? Ja, man. Je bent die old school vibe. Kom naar mijn kippen voor Oh! Als ik hem zou zingen, dan is het. Kom naar mijn krip, ik ben wit. In mijn hoofd was dit echt topper. Ik ga voor hem. Shotgun, Ik ga voor hem, broer. Shotgun, vriend! Begon! Pak je honden. Wat? Ga niet meer. Doe hem uit! Ja, dat probeer ik! Zo, doe het uit! Steep, echt, ga niet zo doen, want ik word helemaal lijp op je. Zo, doe het uit! Nee! Maar Anwar, ja, wat is je toekomstplan voor het komende jaar? Laten we het komende jaar doen. Wat wil je nog doen? Acteren. Presenteren. Meer muziek maken. Meer memes. Meer fatsoes maken. Gewoon lol. Comedy. Ja, man, veel, man. Weet je, ik ben zo'n type die zeg maar alles in een freestyle gooit. Ik wil het doen. Van, hé, maar dat wil ik ook doen. Bam. Maar, dus je hebt niet echt een vast plan, je wil gewoon meer doen van wat je nu al doet? Ja, ik krijg wel veel dingen op mijn pad. Ik zit ook aan vakkenvullers. Oh. Oh. Aflevering 8. Ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar aflevering 8. wat is comedy? Wat comedy is? Comedy. Ja, ja dat weet ik, maar wat is comedy? Comedy. Huh? Ik zeg ook wel. Sorry man, dat is mijn accent, daar kan ik helemaal niks aan doen. Comedy, joh. Ik vind het wel hard. Like deze video als je Anwar niet kan verstaan. Zo, 10 miljoen likes gelijk. Ja, ik weet zeker dat... En abonneer als je het irritant vindt dat hij zo vaak haha zegt. Zullen we wat vraagjes doen van de kijkers? Doen. Zijn er nog vragen binnen? Ja. Nou, doe maar. Hoe was je voorbereiding voor de wedstrijd tegen Nessie? Ik zeg het gewoon heel eerlijk, bro. Ik kreeg 3 weken van tevoren, zeg maar, gewoon ga maar boksen tegen Nessie. Ik zei, is goed. Dus ik ging trainen voor mezelf, een beetje conditie. Maar ik heb niet zoveel gebokst. Ik heb niet zoveel gespaard. Toen kwam ik daar, in mijn boven, zeg maar, aan top, waar je naar beneden moest. Ik zag Nessie was helemaal zo, helemaal in zijn element toch, helemaal zo gestrest. Zo. En ik zat daar met Big Smile tegen iedereen te praten van, hé, maar waarom stress hij zo? Weet je toch? En toen zei zijn trainer van, ben je niet nerveus? Ben je niet zenuwachtig? Ik zei, nee man. En toen kwam ik op met, waar zijn die kers? Toen deed ik nog een beetje zo, waar zijn die kers? Toen stond ik op, stond ik daar. Kreeg ik klap op mijn neus, na 2 seconden lag ik. En toen, wacht, toen stond ik weer op. En toen heb ik al die 3 rondes uitgevochten. En had ik nog steeds conditie zat, ik was niet moe. En Nessie was, die was plat in zijn kleedkamer. Dus je bedoelt eigenlijk dat jij hebt gewonnen? Nee, ik heb gewonnen op conditie alleen. Ja, oké. Okay. Maar dan ga je boksen, man. Ik ga niet boksen. Stefan tegen Sean. Wie zou winnen?
Zet het in de reacties. Laat het weten. Dan ga ik even terug op de vriendenboekjes vragen. Ja. Omdat jij net alle vragen goed had van de vriendenboekje vragen. Allemaal goed beantwoord. Ja. Ja. Win jij van ons een prijs? Een zeer exclusieve prijs. Een rolletje tape, omdat iedereen altijd stuk gaat in de comments. En dan kan jij ze weer vastplakken. Aha. Dankjewel, boys. Alsjeblieft. Zou je nog een tegen wie zou jij nog wel eens een keer willen vechten? Ik zeg je gewoon heel eerlijk, ik werd wel gebeld door Melvin Manhoef en kon we gewoon nog een keer boksen en dit en dat. Wie? Melvin. Hij organiseert dat. Oh, je kent hem niet, pas zo, hij gaat je hoeken straks. Oh, oké. Okay. Maar ik weet niet, man. Weet je, het is, ik ben dat boksen allemaal zat, man. Eigenlijk. Ik vind niet dat zo gedaan, man. Zoveel trainen. Ja, je hebt het één keer gedaan, zin, man. Ja, ik heb één keer gedaan. Zou je niet een revanche tegen Nessie willen? Ik zou tegen Nessie willen sumo worstelen. Dus in de titel kan Anwar wilt revanche tegen Nessie. Ja, maar dat is sumo worstelen. Oké. Okay. Zo'n pak, ik heb dat op school nog, je had oranje te gaan. Oh, ja, ja, ja. Dat is toch in zo'n dik pak? Ja, man. Oh, dat is tering grappig. Hoe gaat het nu met Het contact is goed. En ja man, voelt wel goed. Oh, dat is een flinke zwang. Zo, wat een lucht houden. Thanks man boys, was gezellig. Yes. En ik ga even kijken hoe ik naar buiten ga, want deze knopjes zijn raar man. Nee, nee, je moet in de deur. De bovenin. Kijk, op dat knopje ja. Kun je, ja. Is dit voor raar? Later. Bedankt hè. Yo. Nice. Hij is een cadeautje vergeten, dus echt? Dan kunnen we die gewoon de volgende keer weer geven. Die is duur, jongen. Ja. Nee, wacht. We zijn nog niet klaar. Want we hebben nog mededeling te doen. Nou, ga maar. Ja, doe dan. Ik weet de mededeling niet. Echt wel, dat weet je wel, Stefan. Ons nieuwe nummer komt bijna uit. Of is al uit. Ik denk dat... Nou...